Ja, goedemorgen vanuit Finland. Ik ben neergestreken in Vaasa, waar Oranje onder 19 een vierlandentoernooi speelt. Ze hebben mij uitgenodigd om een dagje mee te kijken bij hun, hoe het er dan aan toe gaat bij een interland van Oranje onder 19. Dus ik ben erg benieuwd. Ik heb net even met aanvoerder even een balletje gemaakt. Ik heb natuurlijk 2 wedstrijden gespeeld nu, dus we hebben wel een beetje een indruk van hoe de vlag ervoor staat. Dus ook bijgesproken met Amanda. En hier en daar nog wat jongens gesproken over hoe we gaan beginnen. En de meeste kunnen ze wel zien aan de laatste training, maar het is vaak goed om nog even jongens wat duidelijkheid te geven. De een heeft daar ook wel goed staan. En dan nu even koffie met de mannen? Ja, even een koffie met de staf. Want het werd voorgesteld aan de jongens, ja, maar... Ja, die schieten dan snel richting het hotel en... Die gaan met elkaar een kopje thee en een kaartje leggen ofzo. Het is nog een 6 uur voor de wedstrijd. De spelers hebben relax time op hun kamer. Dus ga even kijken bij wat spelers wat ze dan doen als ze op, aan het chillen zijn. Niet gelijk schrikken, hè? Goedemiddag. Wat zijn de mannen aan het doen? Wij spelen Chinees poker. Chinees poker? Chinees poker, ja. Heb jij geïntroduceerd hier? Ik heb die geïntroduceerd, ja. Ik heb het van bij de club spelen het altijd en ik dacht, nou laat ik het hier er ook in gooien. En kunnen deze twee mannen er wat van of niet? Nou, ik denk dat ze dat beter zelf kunnen vertellen. Ik heb er voor mij de meeste potje grond. Oh! Nou, volgens mij niet, maar... Ik weet wel dat de meeste niet mijn spel. Kom Fortuna op 29. Ik had er eentje. Heerenveen 11 en Groningen 8. Dan speel je tot de 30 en dan verlies ik uit het oortje. Dus Fortuna is heel dichtbij. Oh, oké. Okay. Nou, dan wacht. Speel rustig verder. Ik ga hier even zitten. Volgend jaar het EK hier. Is dat een droom? Of gaat dat te ver? Ja, een droom niet, denk ik. Maar wel zeker een doel. Een doel vallen, denk ik. Ja. Want hoe bijzonder is het om zeg maar bij een vertegenwoordigd elftal te spelen? Ja, dat is een hele eer. Daar droom je wel van, denk ik. En als dan, ik heb er bij onder 17 bij mogen zitten, bij onder 18 en nu bij onder 19. Ja, hoe hoger je komt, hoe bijzonder dat is, denk ik. Dat je bij een hoog elftal, dat je voor een hoog elftal mag uitkomen. Ja. Voor jullie? Ja, voor mij is het natuurlijk speciaal dat ik dit mag meemaken. En ik denk, als je bij een... Fortuna is toch een mindere ploeg ten opzichte van Ajax en PSV. En ik denk dat je dan heel, heel trots mag zijn dat je erbij mag zitten. Ja, weer gegeten, weer een sportmaaltijd. Nu is het tijd voor de wedstrijdbespreking. Voor de wedstrijd tegen Finland. En we gaan kletsen met Armando Obispo, de captain van Oranje onder 19. Ruimte ook in de rug van die Finnen. We hebben een aantal beeldjes gezien dat je ook zag dat er ruimte achter de verdediging lag. Nou, hier zo'n beeldje uit trainen bijvoorbeeld. Kijk, uitlopen is het dan niet meer. Dus dan sta je toch wel in je zone en mensen komen naar je toe lopen. En dan moet je zorgen dat je daar wel het duel pakt. Je bent nu 10 dagen op pad met deze mannen. Wat voor een trip is het tot nu toe? Vermoeiend? Nee, dat niet eens. Het is wel een leuke trip. Een nieuw land, ik ben er nog niet geweest. Ik ben nog nooit in deze regio geweest, Finland. Tot nu toe bevalt het wel goed. Voel je extra druk als je dan zeg maar in tegenstelling tot dat je speelt bij PSV, dat je nu uitkomt voor het nationale team? Nee, niet echt extra druk. Het gaat wel een beetje anders. Bijvoorbeeld, je krijgt wel een. Ja, bijvoorbeeld het volkslied en zo en dat soort dingen. Dan krijg je wel een extra. Nog een extra boost, zeg maar. Maar het is niet dat je. Ja, dat ik extra druk voel of extra spanning krijg voor de wedstrijd. Hoe is
met de wedstrijdspanning? Ja, wel goed hoor. Ja? Zit er gewoon helemaal. Ik heb wel een beetje. Ben je een trainer die veel spanning meeneemt naar een wedstrijd of niet? Nee, ja, het is meer die momenten voordat het gaat beginnen. Dat is eigenlijk het meest onrustige en dan voel je ook het meest machteloos. Maar als de wedstrijd begint, dan gaat het puur om de wedstrijd. En dan is het niet meer spannend. Voetbal kan soms zo simpel zijn. Als je met elkaar bereid bent om er energie in te stoppen. En dat doen jullie. De eerste helft. Jullie staan goed op het veld. De afstanden kloppen. En dan ziet het er zo simpel uit. Dan vind je elkaar makkelijk. Dan kun je in duels zitten. Dan maak je het soms klein. Ja, dan klopt het. En dan scoor je ook een aantal schitterende goals. En dan kunnen we er nog een paar bij schieten. Zijn er dingen uit het veld, jongens? Waarvan we zeggen van... Hoe aardig, hè? Ja, hoeft nu geen hulp. Nee. Ja, vanuit ontslag, als dat voorover is, is Freddy vaak vrij. En hebben we heel veel ruimte met Jeroen. Ja, zo. Dus nee, dat jullie ook zorgen dat Noah contact met hem krijgt. Nou, als jij helemaal rechts komt te spelen, dan doe je goed. En dat doet Jeroen vaak ook meer naast die spelen. Het kan alleen maar als Noah mee wil. Na zo'n eerste helft en dan zo'n tweede helft toch geconcentreerd te blijven en gas te geven. Dat hebben jullie echt heel goed gedaan. Ik wil toch nog één nootje kraken. En dat is dat je ziet hoe goed je kan zijn als je met elkaar in staat bent om goed te verdedigen en goed aan te vallen. En we hebben onszelf echt tekort gedaan in die eerste wedstrijd. Ja, tweede wedstrijd, oké, hebben we best goed gedaan tegen Tottenham. Maar die eerste wedstrijd doen we onszelf gewoon tekort. Speel je ook een hele goede wedstrijd, maar verlies je. Resultaat is zo belangrijk, jongens, in voetbal. Ja, lekker voetballen en geen resultaten halen is kapot. Ga je kapot dan. Ja, fantastisch gedaan vandaag. Groot applaus. Wat voor een team is dit? Ja, we hebben van alle kwaliteiten in huis. We hebben creatieve spelers en spelers die voor elkaar willen werken. We hebben eigenlijk alles in het team. En ja, als dat allemaal samenkomt, dan weet je niet. Wat is jouw rol daarin? Ja, scoren en assist geven. En dat heb ik deze wedstrijd gedaan. 2 goals, 2 assists. Dus ik mag wel trots zijn op prestatie. Ja, wat het mooie is bij deze ploeg, het plezier straalt er echt vanaf. Hoe komt dat? Ja, we zijn ook gewoon, zeg maar, buiten het veld zijn we ook gewoon close met elkaar. En ja, dat vertaalt zich ook weer terug in het veld. En als je dan, zeg maar, zo close met elkaar bent en nog in het veld, dan is het goed. Ja. Dan zie je dat ook gewoon met elkaar samen. Het zit erop in Finland voor Oranje onder 19. Gisteren een uitstekende 9-0 overwinning op het thuisland. Die zal iets minder goed wakker geworden zijn. Maarten, hoe ben jij wakker geworden? De laatste dag in Finland. Prima wakker geworden. Heerlijk. Met een overwinning is het toch altijd net iets anders wakker worden dan dat je verloren hebt. Dus heerlijk. Hoe kijk je terug op deze week? Of 10 dagen is het, hè, voor jullie guys? Ja. Ja, heel goed. Voor het eerst dit seizoen dat de onder 19 bij elkaar is gekomen. Dus voor mij ook een aantal jongens die ik al kende van vorig seizoen, dat ze als eerste jaar bij de groep waren. Maar ook een aantal jongens die nieuw waren, die ik vanuit scouting kende. Maar
ja, nu dichtbij me heb gehad. Dus ja, heel positief. Heel positief om, om de jongens beter te leren kennen. Te gaan voetballen met ze, te gaan trainen met ze. En dat seizoen in gang te zetten. We hebben nu, ik heb 3 keer een kwalificatie gespeeld. 2 keer met onder 17 en 1 keer met onder 19. Ik heb 3 keer een eindtoernooi gehaald. Dus in die zin is het moyenne wel aardig. Maar het moment komt natuurlijk ook steeds dichterbij dat het een keer niet gaat lukken. Dat, dat ik een keer pech heb. Of we een keer pech hebben. Dus ja, ik heb hier volgens mij hebben we weer een team wat gewoon hartstikke goed is. En wat zeker mee gaat doen om kwalificatie.